En er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja, maar hè, dat kan ik toch niet vragen. Zo opeens 25.000 euro. Dat klinkt dan heel veel, 50.000 euro. Terwijl, dat is echt een mindset. Kan je iets vertellen over die belemmerende overtuigingen die mensen hebben, waardoor ze niet eens die bedragen durven te vragen? Nou, heel vaak houden wij onszelf klein. Dat ten eerste. En je gaat ook niet zomaar opeens 25.000 euro vragen. Hè? Want die stap is te groot. Daar zitten wel een aantal stappen tussen. Daar kan ik straks ook nog wel even kort iets over vertellen. Maar de meeste belemmerende overtuigingen zitten bij mensen zelf. Dat ze de waarde zelf nog niet voelen. Dat zij denken dat zij dat niet kunnen. Of dat klanten, als ze hoge prijzen gaan vragen, veel meer eisen gaan stellen. Maar vooral weten ze ook de weg niet. En soms willen mensen het wel, maar weten ze niet de weg te bewandelen hoe zij daar dan komen. En hoe zij iets kunnen ontwikkelen wat ook echt 25.000 euro waard is. En hoe ze aan die klanten komen die dat daar ook echt voor gaan betalen. Ja. Dus dat zit hem zowel in de belemmerende overtuigingen als in de strategische kennis en vaardigheden die zij missen om dat neer te gaan zetten. Ja, en soms ook het geloof dat, dat het geld er niet is. Hè, dat gaan mensen toch niet uitgeven? Ja, dat ook wel. Maar de klanten die ik spreek zijn vaak al wel iets verder, zeg maar. In hun, hè, dus dat zij wel al hebben geroken of gevoeld dat het kan, maar ze weten nog niet precies hoe ze daar zelf komen. Ah. Dus die zijn vaak al wel iets verder in hun proces. Ja, dus ja. Dat het helemaal niet meer kan. Dat, ja, die mensen spreek ik niet vaak. Hè. Ze zijn wel echt verder. Ze zijn al op een bepaald niveau, maar willen nu door. Okay. En dat vraagt andere vaardigheden om door te groeien met je bedrijf. Dus je gaf al aan, hè? Dat goal setting, dat doel is belangrijk. Het hogere doel, maar ook de goal setting zelf. Van hoe zie jij dat voor je? Ja. Nou goed, uiteindelijk bepalen we samen natuurlijk een stip op de horizon. Eerst kijken we heel goed waar wil je naartoe en waarom is dat belangrijk voor je inderdaad. En dan vervolgens gaan we stap voor stap. Gaan we de puzzelstukjes aan elkaar leggen, heel klein weer maken, waarin de focus ligt op de acties. En stap voor stap die stappen gaan nemen, zeg maar. Ja. En daarbij is het belangrijk dat we eerst kijken naar je aanbod en je verdienmodel. Heel veel ondernemers werken nog uurtje factuurtje, prima verdienmodel. Alleen op een gegeven moment heb je daar de grens van je groei bereikt. Of je kan niet meer vragen, of je kunt alleen maar harder gaan werken om meer te gaan verdienen. En ook daar zit een grens aan. En dus wil je echt doorgroeien, vraag dat mogelijk om te gaan naar een ander verdienmodel. Dat per uur blijven werken, hè? Het zit er zo ingeslepen. Heb jij een idee waarom dat is? Waarom dat zo moeilijk is om dat eruit te krijgen? Nou, als ik kijk naar mijn eigen situatie, ik ben gewoon ook zo opgevoed. Hè, bezig zijn werd geassocieerd met goed. Hè, je moest gewoon werken en als je werkt voor je geld, dan ben je goed bezig. Terwijl bezig zijn zegt helemaal niets over kwaliteit. Nee. Dat vind ik zo mooi. Als ik kijk naar high-end ondernemen, natuurlijk gaat het over meer verdienen en minder tijd. Maar ik vind high-end ondernemen vooral een visiekeuze voor kwaliteit in alles. Ja. In de mensen waarmee je werkt, in hetgeen wat je wil bieden aan klanten. Ik wil ze niet een klein stapje bieden, ik wil ze een grote stap bieden. Hè, zodat ze veel meer resultaat hebben. En met de mensen waarmee ik werk, in het team om mij heen. Dat zijn niet zomaar mensen, nee, dat zijn eigenlijk alleen maar specialisten die verder zijn. Die mij en mijn bedrijfje verder kunnen helpen, ook daarin kwaliteit. De specialisten die ik invlieg binnen mijn programma zijn ook echt specialisten. Dus in alles vind ik high-end ondernemen een keuze, een visiekeuze voor kwaliteit. En dat zie ik hier ook in terug. Dus daarin ook, het gaat niet om veelheid, maar het gaat vooral om kwalitatief de juiste dingen doen. En dat is gewoon echt een andere mindset. Eigenlijk ga je minder doen en je gaat meer vragen. Nou, daar moeten mensen en klanten waar ik mee werk ook in begin, en ik zelf had dat ook, echt wel even aan wennen.